Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Ja, zulke wedstrijden moet je gewoon scherp starten. En als je dat niet doet, dan kom je in zulke situaties terecht. En waar ontbrak die scherpte dan? Ja, ik heb geen idee. We kwamen gewoon niet in de duels. En tegen zo'n ploeg moet je gewoon in de duels komen. En dat kwamen we niet. We kwamen overal te laat. Dus, Werden jullie ook een beetje overrompeld door de kwaliteit dat Jong Ajax op de mat legde hier in de Vijverberg? Nou, dat niet per se. Ik denk dat het vooral bij onszelf lag. Bij onze eigen, wat we zelf hebben gedaan. Wat we zelf juist niet hebben gedaan eigenlijk. Maar En jij staat er vandaag in de basis, dat is natuurlijk mooi voor jou. Maar omschrijf eens jouw eerste helft. Hoe voelde je je daar op het middenveld? Ja, het was inderdaad de eerste keer op het middenveld natuurlijk. En ik voel mezelf verre van goed de eerste helft. De tweede helft herstelden we het gelukkig met het hele team. En daar ben ik blij mee. En waarom had je het zo lastig op het middenveld de eerste helft? Ja, wat ik net ook al zei, we kregen moeilijk druk op de bal. We kwamen overal te laat. En, op het middenveld, waaronder ik, kwam ook vaak te laat. Maar dan komt die tweede helft, dan ben je volgens mij 50 seconden bezig en dan komt er een rode kaart voor Ajax. En wat gebeurde er dan? Ja, ik denk daarna inderdaad die rode kaart en dan in de rust is er natuurlijk wat besproken. En wat was er in de rust besproken? Wat moest er anders? Ja, gewoon wat ik net heb gezegd, die duels, in de duels komen. Dat gebeurt in de tweede helft. Iedereen gaat er vol achter. Het stadion gaat er achter. En dan, rode kaart. Alleen maar meer geloof in een goede afloop nog. Ja, en dat geloven we natuurlijk nog meer beloond toen jij die bal erin roste. Want hoe omschrijft die goals? Hoe heb jij hem ervaren? Ik kreeg gewoon de bal voor mijn voeten en ik leg hem één keer klaar en ik schiet gewoon. En hij gaat erin. En dat was de goal. En wat was het voor moment? Hoe voelde je je toen? De hele Vijverberg ontplofte natuurlijk. Ja, een beetje frustratie ook voor mezelf van de eerste helft. Dat die bal erin gaat. En lekker dat hij erin gaat, maar de eerste helft moet beter. Ja, tuurlijk. En je hebt de eerste helft natuurlijk op het middenveld gespeeld. In de tweede helft zag je dat je toch meer op je eigen positie terecht kwam. Hoe verliep dat die samenwerking ook met Owusu, die iets voor je op kwam spelen? Ja, ik denk dat Owusu dat ook zelf wel voelde. We koosten elkaar goed aan, links, rechts. Een paar keer dat ik er overheen kwam, was de communicatie ook goed. Dus dat liep wel beter. Ja, de eerste helft was iets minder omschreef je al, maar de tweede helft, ja, dan win je toch op veerkracht denk ik toch deze wedstrijd nog van Jong Ajax. Ja, ik denk dat het hele team daar blij mee mag zijn. Voor de tweede helft alleen. De eerste helft was niet goed. En de tweede helft hebben we laten zien dat we ook tegen een stootje kunnen.